Het aardige van deze geste is het bevestigt de duurzame relatie die we hebben met de gemeente Ede. We hebben deze beuk hebben gegeven omdat we een nieuwe naam hebben gegeven aan onze organisatie. En onze organisatie heeft al 54 jaar lang een warme band met de gemeente Ede. En we proberen hiermee zeg maar, die band nog eens een keertje te bekrachtigen. Wij waarderen het enorm dat wij van Leisurelands een prachtige rode beuk gekregen hebben. Het is een beuk die staat voor vrouwelijke wijsheid, dus het is een perfecte keus. Voor mij ook echt nadrukkelijk de band die wij als gemeente Ede hebben met de Veluwe. Een heel mooi gebied en ik zou zeggen, kom allemaal kijken bij deze rode beuk in Ede.